Goedemiddag, we staan hier op de redactieruimte van Nieuwslab Journaal en vandaag in het nieuws: voorbereidingen Serious Request in volle gang. Steeds meer jongeren gebruiken ecstasy. PEC zet zich in voor kansarmen. Woonplaats Richard van O nog niet bekend. Zijn de mensen van Zwolle nogal liefdadig? December is begonnen, de winter doet haar intrede en Sinterklaas viert zijn verjaardag. In Leeuwarden kunnen ze zich er niet druk om maken. Want hier, op het plein achter mij, staat van 18 tot en met 24 december het glazen huis van Serious Request. Vorig jaar stond het glazen huis in Enschede. De actie bracht toen 12,2 miljoen euro op. De gemeente Leeuwarden hoopt dit bedrag natuurlijk te overtreffen. We hebben altijd gezegd vanuit 3FM dat het geen wedstrijd is. Maar het zou toch mooi zijn als we inderdaad boven het streefbedrag van vorig jaar uitkomen. Ik vind 14 miljoen een heel mooi getal. We gaan naar 2014, dus symbolisch. Maar nee, daar gaan we natuurlijk voor. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut is gebleken dat meer dan de helft van de jongeren het afgelopen jaar ecstasy heeft gebruikt. Het grootste deel van de ecstasy-gebruikers neemt 1 tot 2 pillen per keer tijdens het uitgaan en het bezoeken van festivals. Dit lijkt niet veel te verschillen met de resultaten van onderzoek naar jongeren die uitgaan en middelen gebruiken uit 2008 en 2009. Wat wel veranderd is, is dat het gehalte MDMA in de pillen de afgelopen 4 anderhalf keer zo hoog is geworden. Bram van Polen en Rapper Stick zullen de komende weken de ambassadeurs zijn van een actie om gebruikt speelgoed en kleding in te zamelen voor minder bedeelden. Naar een idee van Art Langler en PEC United, de maatschappelijke tak van de voetbalclub PEC Zwolle. De actie genaamd PEC Your Staff zal bij het IJssel Delta Stadion plaatsvinden. PEC Your Staff is tot nu toe een van de succesvolste inzamelingsactie van PEC United, de maatschappelijke tak van PEC Zwolle. Het is een beetje vanuit Art Langler, die oude trainer van ons. Ja. Die ging verhuizen natuurlijk naar Eindhoven. Die had er heel veel spullen over en die had meteen nog meer gezegd. Misschien kunnen jullie er iets mee doen. Ik heb er niks meer aan. Toen is een beetje zoiets ontstaan van we kunnen dat wel zo'n soort van inzamelingsactie doen. De inzamelingsactie Pack Your Stuff is alleen op de maandag en woensdagavond van 7 tot 9. Overdag is er weinig te beleven. 'S Avonds zullen ook Bram van Polen en Rapper Stix dus aanwezig zijn om uw kleding en uw speelgoed in ontvangst te nemen. Pedofiel Richard van O is na 3 jaar gevangenisstraf weer op vrije voeten. Hij is de ex-man van de beruchte pedofiel Robert M. Van O zat vast voor het in het bezit hebben van veel kinderporno, ontucht met een 15-jarige jongen en medeplichtigheid aan misbruik van een jong meisje samen met zijn ex. Vind je dat de omgeving gewaarschuwd moet worden als er een veroordeelde pedofiel in je buurt komt wonen? Ja, ik vind dat de buurt moet weten dat er een pedofiel bijvoorbeeld om de hoek woont. Ik heb zelf uit eigen ervaring, woont er bij mij iemand in de straat waarvan ik weet dat hij op kinderen valt. En ik vind dat het een goed iets is dat mensen in de buurt daarvan weten, want dan kan er rekening mee gehouden worden. Waar Richard van O gaat wonen is nog onbekend. Ook weet de politie nog niet of ze de mensen in zijn toekomstige buurt gaan informeren over het verleden van een nieuwe buurman. KWF, kankerbestrijding, wil dat ook in ons land alleen nog maar onaantrekkelijk uitziende pakken sigaretten mogen worden verkocht. De organisatie wil dat alle pakjes, ongeacht merk, een bruin-groene kleur krijgen. Verder zouden er geen merksymbolen meer op mogen staan, maar alleen gezondheidswaarschuwingen in tekst en beeld. KWF zegt zondag dat uit onderzoek is gebleken dat kinderen de huidige, verleidelijke, vrolijk gekleurde afbeeldingen op sigarettenpakjes associëren met gezondheid, vakantie en hun lievelingskleuren. KWF wil dat de Nederlandse overheid naar Australisch voorbeeld de uniforme pakjes verplicht stelt om onze jeugd te beschermen. Australië heeft een jaar geleden plain packaging ingevoerd. Volgens KWF beginnen in Nederland dagelijks ruim 200 kinderen met roken. Dat zijn er jaarlijks ruim 70.000. De tabaksindustrie in Nederland zegt in een reactie niet voor uniforming van de verpakking te zijn. Wij hebben niet de indruk dat de jongeren daardoor minder zullen gaan roken, zegt de woordvoerder. Hij wijst erop dat de zogeheten tabaksproducentenrichtlijn binnen de EU een herzieningsproces ondergaat. We staan hier in het centrum van Zwolle en we hebben een afspraak met de voormalig pastoor van deze kerk. We gaan hem vragen of de crisis invloed heeft op de vrijgevigheid van mensen en de hoogte van de collectes. Kijk, over het algemeen is de tendens dat de kerkgang gemiddeld iets minder wordt. Dus gemiddeld zitten er wat minder mensen in de kerk dan 10 of 15 jaar geleden. Maar ik denk dat per persoon er niet veel minder gegeven wordt dan een aantal jaren geleden. Collectes betreft, ja, dat is een vast ritueel op zondag in de eredienst. En
dat gaat nog steeds door. Ja, de kerk heeft natuurlijk ook zulke soort initiatieven. Wij hebben in deze maand december zijn we druk met een hele grote voedselpakket en actie voor de minder bedeelden. En daar komen dan vele honderden pakketten en worden daar klaargemaakt. Hoe is het eigenlijk gesteld met de vrijgevigheid van de mensen hier in Zwolle? Ik alle collectanten die aan de deur komen, geef ik altijd wel wat. Okay. Dat deed ik ook al in het verleden, doe ik nog steeds eigenlijk. Ik blijf altijd zoveel bij het hogere platform hangen. Ik denk dat elk mens vanuit zichzelf beter met daadkracht en liefde de persoon om zich heen kan helpen die het echt nodig heeft.